Meneer Van Loerzijn, kunt u wat meer vertellen over het duurzame Raalte, het idee wat erachter zit en hoe u het een en ander georganiseerd heeft? Ja, dat wil ik graag. Dank u wel daarvoor. Wij zijn sinds het voorjaar erg hard bezig om met onze visie die de Raad onlangs heeft vastgesteld richting 2050 een aantal punten te gaan zetten. En een van die zaken is ook dat we op het gebied van energiebesparing ook veel verder willen. En nog meer willen dan we al gedaan hebben. En om dat te kunnen realiseren hebben we gemeend om dit evenement te gaan organiseren. En daar staan we dan nu ook om te laten zien dat we heel veel lokale ondernemers in de regio, in de gemeente hebben, die heel goed duurzame diensten en producten kunnen aanbieden aan onze inwoners om hun eigen lasten daarmee te gaan besparen. Ja, alleen als je iets verloopt moet je Mijn naam is Koos Timmermans. Ik ben van Verbeter en Bespaar Raalte. Onderdeel wel van Duurzaam Raalte. Wij zijn het energieloket van de gemeente. En hebben tot doel mensen te helpen bij het besparen van energie. Ik kijk altijd naar eerst waarop kun je het snelste besparen. Ja. Nou, dat is eigenlijk in je huis. Dat zijn de eerste stappen. Je kan kijken aan je apparatuur, je kan kijken naar je koelkast, een A++ label, je vriezer, een warmtepomp drogen. Dat zijn dingen, dat zijn de eerste stappen. Dan zou ik ook altijd nog een energiemanager-achtig iets innemen. Dus dan kan je zien hoe je verbruik is. En dan zou ik de stap maken naar isoleren eigenlijk. En isoleren en daarna de stap maken naar energie opwekken. En dan kom ik bij zonnecellen. Ik zou eigenlijk gewoon vooraan beginnen, stap voor stap. Ja, ja. En ik denk wel dat het nu op dit moment gaat heel erg samen, het isoleren van uw gevel en het energie opwekken door zonnecellen. Nou, dat zijn goede combinaties. Maar kijk eerst waar je al zonder dat je grote stappen maakt. Kijk even wat je in je huis kunt doen. Maak dan de stap naar isoleren. Ja. En maak dan de stap ook naar zonnecellen. Dit is het zuiveringsproces. Onderin is actief slip. Dat is bacteriemateriaal wat het water zuivert. En op het moment dat dat tot rust komt, dan zakt het slip naar beneden en drijft het schone water bovenop. En dit is het water wat terugstroomt naar het oppervlaktewater. In dit geval hier in Raalte naar de Hondenmotswetering. Het water wat op de rioolwaterzuivering gezuiverd is, daar wordt een deel van naar het zwembad verpompt. En daar wordt warmte uitgewonnen om zo gasverbruik te besparen en de duurzame energie in te zetten. Wat voor verwachting hebben jullie? Wat voor besparing dat op zal leveren in in geld of in kilowatt? Er is vooraf uitgerekend dat het in totaal een besparing naar we schatten van €25.000 per jaar op moet leveren. Maar het is echt een onderzoeksproject om vooral de techniek te bewijzen, te laten groeien eigenlijk. Want het wordt op deze manier nog niet ingezet. Dus het belangrijkste doel is ervoor zorgen dat de techniek vaker ingezet kan worden in de toekomst. En eigenlijk moet, het draait net een maand, moeten we gaan evalueren van wat is eigenlijk de winst? Want helemaal 100% zeker weten doen we het niet. Misschien wordt het meer, dat hopen we natuurlijk. Ja. Maar, ja. Op de waterzuivering krijgen we echt afvalwater uit het riool binnen. Dat zuiveren we. En op het moment dat het voor ons als waterzuivering schoon is, dan ziet het er zo uit. Dan pompen we een deel van het afvalwater richting het zwembad. Daar staat een vrij uitgebreide technische installatie. Die met als hart van de installatie warmtepompen. En die warmtepompen, het is eigenlijk een omgekeerde koelkast. Die haalt warmte uit het afvalwater en geeft het af aan het zwembad. En op die manier kun je koelwater toch gebruiken om het zwembad te verwarmen. En dat zwembad wordt vervolgens, wordt afhankelijk van de vraag en de beschikbaarheid, wordt het zwembad dan verwarmd op de warmte die uit dat rioolwater is gehaald. Dat is de werking van de techniek. Ja. En betekent dat het oude systeem, wat waarschijnlijk op gas was, dat het volledig uitgeschakeld is? Of moet dat soms nog wel eens bijwarmen? Ja, nee, het oude systeem is in zijn geheel als backup installatie eraan toegevoegd. Of als er tekort is aan warmte, of als om welke reden ook de installatie uitvalt, wordt er automatisch overgestapt op het oude gassysteem. Om ervoor te zorgen dat er altijd warmte beschikbaar is. Ja. Dus het oude systeem bestaat gewoon. Sterk elkaar mooi. Een heel interessante productie hier. Jazeker.
stroopbalen, hè? Een heel oud product eigenlijk, maar op een nieuwe manier toegepast. Hè? Een stroopbalen woning, dat geeft eigenlijk een tweede huid. Hè? Dus het is eigenlijk een tweede huid. Je gaat het afwerken met leem aan de binnenzijde. Leem is een heel mooi product wat vochtregulerend is. Daar zie je bijvoorbeeld een wandverwarming toegepast in de wand. Daar zit een glasvlies net op, allemaal natuurlijke materialen. En het wordt weer met een eindlaag afgewerkt, waardoor je een hele mooie binneninterieur krijgt, zeg maar. Binnenklimaat ook, hè? Het is volgens mij een product wat niet zo heel erg bekend is. Hoe komt dat? Nee, het is nog niet erg bekend, dat klopt. Ja, hoe komt dat? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Het is een product wat eigenlijk al heel lang toegepast wordt, zeker in het buitenland. Ik denk dat het een beetje te maken heeft met onze Nederlandse mentaliteit. We zijn hier een land van baksteen. Hè? En je kan met stro en leem hele mooie dingen doen. Maar het is nog niet zo bekend. En daarvoor staan we hier ook vandaag. Okay. Om het eens even bekend te maken. Hè? En even te laten zien hoe dat werkt. Ja. Ja. Dit is bijvoorbeeld hennepisolatie. We zijn met een woning in Hattem. We hebben een hele grote renovatie. Er zit dit allemaal aan de buitenkant. En er wordt afgewerkt met hout. Luchtspoutje ertussen. Perfect isolerend. Dus hennep is een keer op een andere manier. Hè? Je moet dus in het onderwijs al bezig met het thema duurzaamheid. En dat doen wij dus ook bij het Carmel College. Het is dus heel breed. We hebben geen speciale opleiding of specifieke opleidingen. Wij zijn voorbereidend op het vervolgonderwijs. Dat geldt zowel voor VMBO, HAVO als VWO. En men kiest dus een specialisme daarna. Wij willen dus in het voorbereidend onderwijs willen wij leerlingen in aanraking brengen met een andere manier van denken ten aanzien van maatschappelijke problemen. En daar is duurzaamheid er dus één van. Zijn dat vrijwillige vakken of is dat iets wat gewoon binnen het lesprogramma vastgezet wordt? Dat is wel de bedoeling, dat het thema duurzaamheid zodanig geworteld wordt in lesprogramma's dat het iets is wat leerlingen gewoon mee gaan krijgen. Het is nu, we hebben nu in de bovenbouw van het VMBO hebben we een thema dat heet duurzaamheid of duurzaam. En dat is nog een keuzethema. Daar kies je voor of daar kies je niet voor. Maar in de toekomst willen we dus, en we willen dat bijvoorbeeld ook in de inrichting van het gebouw. We zijn vorig jaar in Oostenrijk in de school geweest. Waar kinderen al van vroeg af aan worden opgeleid om afval te scheiden in school. Er is een papierbak, er is een bak voor plastic afval. Daar zijn we nu ook mee bezig om dat ook verder vorm te geven. Dus niet alleen het lessen, maar ook hoe ga je om met het gebouw? Hoe ga je om met materiaal? Hoe kopen we in? Kunnen we dat centraal zodanig doen dat we daar ook duurzaam mee bezig zijn? Is dat wanneer je in je ideaal geïsoleerde huis zit en met de verwarming lekker hoog, dat je dan lekker kunt genieten van zo'n drankje? Nou, dat is wel een goede suggestie die u geeft, hoor. Maar het drankje wordt ook duurzaam bereid. Dat wil zeggen, we werken biologisch. We laten de natuur, de insecten, behandelen die ons de vruchten aansteken, zeg maar. Dus de natuur die regelt het allemaal zelf. En we hebben ook hoogstam oude rassen fruitbomen. Dat wil zeggen, dat zijn bomen die niet met 3-4 jaar op volle productie zijn, maar die zijn pas met 20 jaar op volle productie. Maar dan geven ze tot tussen 50 en 100 jaar vruchten. En dat is dus de duurzaamheid van het telen, zeg maar, van die fruitbomen. En van die vruchten, omdat we die zelf in de tuin hebben, maken we liqueur van. Dus daar wordt geen kilometer aan verreden om je eigen liqueurtje te hebben. En dat kun je ook bij mij, kun je eigen liqueurtje maken. Zeg maar, dan maak je walnootlikeur of appellikeur of peerlikeur of pruimenlikeur, zeg maar. Zeg maar net waar de voorkeur ligt. En dan maak je dus je liqueur die je dan maakt, neem je ook mee naar huis toe. Ik denk dat u trots mag zijn. Hè. De opkomst is erg goed. Er blijkt een grote belangstelling te bestaan onder de inwoners van Raalte. Dat moet u vreugdevol stemmen, denk ik. Ja, dat doet me erg goed, inderdaad. Ook het vorige evenement 2 jaar geleden was succesvol. Maar ik denk dat we zeker mogen stellen, nu al. We zijn omstreeks 1:30 op dit moment. En er is een grote toeloop. En we zijn zeer tevreden over het evenement. Ja.